Als je op dit moment een windmolen hebt en je kunt je stroom tegen de huidige marktprijzen verkopen, ben je spekkoper. In hoeverre profiteren energieproducenten in Flevoland van de oplopende prijzen? Hoeveel winst maken ze en wat gebeurt daarmee? De burgercorporatie Almeerse Wind worstelt met de flinke winsten die gemaakt worden. Ze hebben 2 windmolens waarvan ze de stroom tegen de huidige marktprijzen kunnen verkopen. Dat levert tonnen extra per jaar op. En dat wij nu per ongeluk veel geld verdienen, net als alle andere mensen die groene stroom maken. Maar... ja, dat is een bijkomstigheid en een prettige bijkomstigheid als je geld te verdelen hebt. En niet prettig, omdat heel veel mensen daardoor in de problemen zijn gekomen en nog zullen komen. De coöperatie wil dat extra geld niet alleen in de zak van de leden stoppen. Almeerse Wind wil er ook iets goeds mee doen voor gezinnen die de hoge energierekening niet kunnen betalen. Ja, wij zijn daarover aan het nadenken en we hopen dat er ook voorstellen worden ingediend om daar iets mee te doen. Te denken valt dan aan een gratis lidmaatschap van de coöperatie of aan goedkopere energie. De 400 leden van de coöperatie mogen met ideeën komen. Uiteindelijk beslissen zij wat er met het geld gebeurt. Als je een beetje advocaat van de duivel bent, zou je ook kunnen zeggen, nou, stel dat die leden beslissen, deel de winst maar door het aantal leden en stort maar op de rekening. Daartoe zouden ze kunnen beslissen. Maar die oproep zullen wij vanuit het bestuur niet doen. En wij hebben ook niet de verwachting dat de mindset binnen de vereniging die kant op is. Een andere Almeerse energiecoöperatie, de Groene Reus, investeerde ook in duurzame energie, maar plukt zelf niet alle vruchten van de hoge energieprijzen. De coöperatie plaatste zonnepanelen op de gebouwen van de zorggroep Almere, maar krijgt daarvoor alleen een vast bedrag. Wij krijgen daar maandelijks een leasebedrag van en de stroom die wordt gebruikt door zorggroep Almere. Waar ze natuurlijk op dit moment met de hoge energieprijzen erg blij mee zijn. Met de kennis van nu zouden ze dat niet meer doen. Achteraf gezien was het misschien handiger geweest om het direct aan de stroomprijs te koppelen. Maar ja, op dat moment was het een logische maatregel. En dus hebben we dat toen zo besloten. Ja, dat is zo. Dat nemen we nu. Waar deze twee corporaties openheid van zaken geven, geldt dat niet voor de grote windparken van onze provincie. Zij willen niet vertellen hoeveel ze krijgen voor opgewekte stroom. Wel geven ze aan dat ze niet optimaal profiteren van de superhoge marktprijs. Dat komt doordat zij langlopende contracten tegen een vaste prijs hebben afgesloten. Met bijvoorbeeld Vattenfall of Eneco.